Misschien wel aardig om even te kijken hoe die reageerde afloop van de wedstrijd vanwege die rode kaart. Dat gaat gebeuren. Ja, rode kaart, onder andere de reactie van advocaat en ook dus van... Maar anders kan jij het hem toch ook nog zeggen. Ja hoor. Geen probleem. We zullen toch wel kijken. Dan loop je eigenlijk ook de eerste helft door en de tweede helft door. En dan blijf je tot de 70, dus redelijk 75 redelijk overeind. Totdat onze vriend eruit wordt gestuurd en dan wordt het wat moeilijker. Wat gebeurde, ja? Ik wou langs, hij hield me tegen, ik trok hem en ik kreeg geel. Onterecht. Onterecht. Vind je het zelf onterecht dat het gebeurde? Ja, je kan er geel voor geven. Je kan het laten gaan. Was het op het moment ook dat je gewisseld zou worden? Want Arie stond klaar. Arie stond klaar langs de lijn. Weet ik niks van hem. Nou, Arie stond klaar om in te vallen. Later komt hij erin voor pellen, maar het was wel zo'n moment. Voor wie? Nou ja, voor Arie om in te vallen zou hij voor jou in de groep komen. Voor in de team. Waar heb je het nou over? Je vraagt aan mij of hij voor mij erin zou komen. Ja, zou jij gewisseld worden? Dat kan je toch weten? Hoe kan ik dat nou weten? Je vraagt altijd van die rare vragen. Jij. Ja, voor wie stond Arie klaar? Voor Andrie. Net te laat. Ging het vroeger? Hoe moet ik nou weten dat of ik gewisseld word? Hoe moet ik dat weten? Nou, dat ik heb erover gesproken hebben. Ben je bezig in het veld, of niet? Wij zien natuurlijk ook dat deze jongen die op dit moment nog niet het fysieke vermogen heeft om op zo'n niveau te spelen. Hij is 6 weken uit de relatie geweest. Nou ja, je hebt toch vorige week aangegeven dat je nog niet helemaal fit bent. Het kan toch zijn dat je nog een hele wedstrijd kan spelen? Tegen Luik. Hoe lang heb ik tegen Luik gespeeld? Nou ja, daarom juist. Daarom juist. Weet je, ik praat niet met jou. Nou, ook goed. Je bent een hele rare. Je vraagt een hele rare vragen. Meneer. Wat wil je niet proberen? Nee, ik wil niet. Ja, beelden van RTV Noord-Holland. Gesprek Maurice Hogendoorn. Als je dit ziet, René, wat begrijp je dan? Ja, nou.